Wordt die 2% met een jaar erbij in deze kabinetsperiode nog vastgeklikt of niet? Ja of nee? Dat kan ik u nu niet zeggen. Ik heet de minister van Defensie van harte welkom. En ik geef de heer Stoffer namens de SGP het woord voor zijn vraag over uitstel van voorgenomen investeringen bij Defensie. Het woord is aan de heer Stoffer namens de SGP. Voorzitter, de Telegraaf van afgelopen vrijdag opende met de kop: Defensie is terug bij af. En voorzitter, met vrede en veiligheid valt niet te marchanderen. Want de wereld is en blijft onveilig en geopolitieke spanningen maken het er niet beter op. En na jaren van zware bezuinigingen begint Defensie de laatste jaren net een beetje op te krabbelen. En dat is hard nodig. En daar zijn wij als SGP zeer content mee. Maar toch zijn we er nog lang niet. Want de tussenrapportage over de geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie vermeldde onlangs dat Nederland onvoldoende kan bijdragen aan de NAVO. En dat we achterblijven op geld, mogelijkheden en bijdragen. En op bepaalde vlakken heeft Rusland zelfs een voorsprong op de NAVO. Alarmerend, voorzitter. Defensie mag wat ons betreft niet het eerste kind van de rekening zijn. En naar aanleiding van het artikel wat onder die kop in de Telegraaf stond, Defensie is terug bij af, heb ik de volgende vraag aan de minister. De eerste: wordt de herijkingsnota die voor de zomer gepland stond daadwerkelijk uitgesteld? En als dat inderdaad het geval is, is mijn tweede vraag: wat betekent dit voor geplande investeringen, bijvoorbeeld in onderzeeboten? Beaamt de minister dat zulke projecten uit veiligheidsstrategisch oogpunt geen uitstel kunnen duchten? En de belangrijkste vraag: gaat dit kabinet nog de stip op de horizon zetten? 2% van het bruto binnenlands product in welk jaar? 2024 wordt wellicht lastig, maar zoals Duitsland bijvoorbeeld eerlijk aangeeft, niet dan, maar wel in 2030, komt dat antwoord nog uit dit kabinet? Dat zijn mijn vragen in eerste instantie. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Defensie. Dank u wel, voorzitter. En ik dank de heer Stoffer ook voor zijn vragen. En ik moet u zeggen, ik ben het met zijn inleiding eens dat de noodzaak voor investeringen in Defensie onverminderd groot is. En ik blijf me daar ook voor inspannen. Daar kunt u van op aan. Dan op uw vragen. Uw eerste vraag: wordt de herijkingsnota, de Defensievisie noemen wij hem, wordt die uitgesteld? Ik heb dat in het wetgevingsoverleg over het Defensiematerieel Begrotingsfonds al gezegd, voorzitter. Dat we voor de zomer niet halen, maar dat het september wordt. Maar de nota wordt dus na de zomer gepresenteerd. Die nota kijkt 15 jaar vooruit. Gaat dus niet specifiek over investeringen van nu. Het gaat over de lange lijnen naar de toekomst, waar de heer Stoffer en de SGP en een groot deel van uw Kamer ook altijd toe oproept. Dus het uitstel van de Defensievisie betekent niet het uitstel van investeringsprojecten. Dat was uw tweede vraag. Het is niet zo dat er investeringsprojecten worden uitgesteld door ons. Die gaan allemaal door. Zoals u weet hebben we tot een aantal projecten besloten. We hebben besloten de onderzeeboten te vervangen. Dat geldt ook voor de M-fregatten. Daarvoor lopen nu aanschafprocessen. Zoals u weet hebben we besloten te investeren in de F-35, de 9 stuks extra. Die zijn besteld. Dus die investeringen gaan door. Het kabinet heeft dus steeds ook gezegd dat die 1,5 miljard euro... die het per jaar extra nu in Defensie investeert, 5,5 miljard in deze periode, een belangrijke eerste stap is op weg naar herstel en vernieuwing. Maar dat er meer nodig is, dat is voor mij zonneklaar. Ik zal me daarvoor blijven inzetten. En dat betekent dat we wel degelijk ook kijken naar de afspraken zoals de 2% en hoe we daar in lange lijnen moeten komen. En ook dat is onderdeel van de Defensievisie. Zoals u weet zijn we op dit moment, het staat ook in onze cijfers, zijn we de derde van onderen als het gaat om de NAVO-investeringen. En zoals u weet vind ik dat voor een land als wat wij zijn en de onvoorspelbaarheid van de dreigingen niet voldoende. En moeten ook wij onze afspraken houden. De heer Stoffer. Ja, voorzitter. Kijk, de antwoorden op mijn eerste twee vragen zijn helder. En goed, die klikken we vast. Al die investeringen die staan, die blijven staan, die zetten we door. Maar mijn meest belangrijke vraag: gaat dit kabinet die 2% nog vastzetten? Ja, daar zegt de minister op, wat mij betreft wel. Ja, dat klopt. Op 1 mei jongstleden werd bij Family 7, uitzending door de minister, aangegeven van er is misschien wel meer nodig.
En ook afspraak is afspraak. En mijn vraag is nogmaals, die 2%, wordt dat voor de volgende verkiezingen in deze kabinetsperiode vastgeklikt? En de beide vraag, wat is volgens de minister die afspraak? Ik wil hem wel benoemen. Wat mij betreft is dat 2% bruto binnenlands product in 2024. Dus houden we ons aan dat afspraak is afspraak. En daarbij, voorzitter, ja, ik zie wat ontwijkende antwoorden in eerste termijn. Dus ik hoop dat in tweede termijn beter wordt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er wat hard hoofd in heb. Maar ik heb nog een klein beetje vertrouwen. Maar mocht dat niet zo zijn, we hebben een andere internationale afspraak. En daar is via een rechtszaak het een ander afgedwongen. Een agenda-rechtszaak. Zou het, als ik nu daar geen antwoord krijg, is mijn vraag als vervolgvraag. Moeten we nu echt zo'n rechtszaak opstarten om de defensieinvesteringen op peil te brengen volgens de afspraak die we internationaal gemaakt hebben? En ik wil daar klip en klaar heldere antwoorden op, voorzitter. De minister. Voorzitter, het is helder dat we 2024, dat weet de heer Stoffer ook, dat we die niet zullen halen. Dat is wel de afspraak die er was. Wij hebben aangegeven, want we moeten dat ieder jaar aan de NAVO rapporteren. En dat bespreken we dan ook met uw Kamer, voorzitter. Dat het ons met deze cijfers en ontwikkeling niet lukt. De defensievisie gaat 15 jaar vooruit kijken. En ik hoop van harte, ik heb u gezegd wat mijn inzet is. Wat mij betreft is afspraak niet zozeer omdat 2%... Een bepaald dogma is, maar omdat er allemaal investeringen onder liggen die nodig zijn om onszelf te kunnen verdedigen. En u weet, op dit moment kunnen we dat niet alleen. We kunnen het alleen samen met de NAVO. In NAVO-verband, dus betekent als je lid bent van een bondgenootschap, moet je ook aan de afgesproken verplichtingen voldoen. Het doel van de defensievisie is in die lange lijnen te kijken en om wel degelijk dan ook een reëel tijdpad aan te geven. De heer... Mijn allerlaatste vraag, voorzitter, want die mag nog, hè? Ja. Dan heel klip en klaar, ik hoef alleen maar ja of nee. Wordt die 2% met een jaar erbij in deze kabinetsperiode nog vastgeklikt of niet? Ja of nee? Dat kan ik u nu niet zeggen. Ja, voorzitter, dat is helder, dat is nee. En ik ben daar echt wel zeer teleurgesteld over. Want veiligheid is echt een ultiem publiek belang. Veiligheid is echt van essentieel belang. Ja, laat ik het sterker maken, van levensbelang. Zeker. En ik moet concluderen dat dit kabinet met CDA en VVD erin helaas niet die 2% vastzet. En wat dat betreft gewoon marchandeert met onze veiligheid. Dank u wel. De minister. Voorzitter, het is helder wat mijn inzet is. En dat heb ik ook steeds klip en klaar gezegd. We kunnen het niet halen in deze periode. We investeren wel ontzettend veel meer in Defensie, ook dit jaar. In deze begroting is er extra geld bij gekomen. Dat wij moesten een reëel pad aan de NAVO aangeven. We hebben dat voor een deel gedaan met het NAVO-plan dat we hebben gemaakt. Dat wij daarmee niet in 2024 de 2% halen is ook helder. Dat we dat wel moeten halen, dat blijft me wat mij betreft ook als een paal boven water. En daar zal ik me ten alle tijden voor inzetten.